Ja. Hey, een hele goede avond opnieuw. We gaan beginnen met ons leven, zeg maar. We hebben natuurlijk weer een week zat er weer tussen. Dus er is van alles gebeurd in onze levens. En dat gaan we nu met elkaar delen in Little Hymns. We gaan wat lofzangen uitdelen. Ja, precies. Ja, echt heel leuk. Heel leuk. Toen ik het, nou, top. Imke, heb jij leuke dingen meegemaakt deze week? Ja, op zich wel. Ja, en eentje sprong er wel uit. Ja, wat is jouw Little Hymn dan? Vertel. Nou, ik ben gestart bij een nieuwe baan. En toen ging ik mijn eerste huisbezoek doen. Dus dan kom ik bij ouders thuis, mijn gezin thuis. Om te vragen, hey, hoe gaat het bij jullie? En wat kan ik voor jullie betekenen? Want ik werk als jeugdconsulent. Ja, dat wou ik zeggen. Bij een sociaal wijkteam. En toen had ik dus aangegeven bij dat gezin van, nou, dit is mijn eerste huisbezoek. En toen gaf die vrouw, die pakte een roos uit haar bos bloemen op tafel. En die zei, kijk eens, deze roos is voor jou een teken van jouw allereerste huisbezoek. Ach, zo lief. Wat leuk, wat leuk. Ah, en dus je wordt wel echt gewaardeerd nu al met je baantje. Ja, voor nu werd ik wel even gewaardeerd. Het is natuurlijk niet altijd zo, maar voor nu wel. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Rick, wil jij verder gaan? Ja, ik kan wel even. Ja? Ja, ik vond het lastig om een Little Hymn te bedenken, want ik heb een vrij drukke week gehad. En dan zou je denken van, ja, daar heb je juist veel keuze. Maar je maakt, als je heel veel moet werken, dan maak je ook weinig mee. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Dus, en misschien dan zit je hoofd vol en dan heb je ook niet dat je ziet wat voor kleine mooie dingen je meemaakt. Dat vind ik heel mooi gezegd. Ja, daar zit wel wat in. Maar ik heb toch iets gekozen. Iets waar we later in de uitzending ook nog even op terug gaan komen. En dat is eigenlijk niet iets positiefs, dat is eigenlijk iets negatiefs. Maar ik ga het wel straks omdraaien naar een soort van hymn. Dat is namelijk zo van, het is een muzikaal dingetje. Ja. Als jullie mij een beetje kennen, dan weet je dat ik best wel fan ben van de band Nightwish. Ik weet nu al waar je het over gaat hebben. Ja, tuurlijk. Ja. Nightwish die bestaat inmiddels al 25 jaar. Ja. En ze hebben door de jaren heen best wel wat personeelsbezettingswisselingen gehad natuurlijk. Ik bedoel, ja, dat is vrij logisch als je zo lang bezig bent. Nou zijn ze sinds een paar jaar weer stabiel. Ze hadden in 2013 hebben ze een zangereswissel gehad. Dan is de Nederlandse Floor Jansen is hun zangeres geworden. Ja. Nou, sindsdien is het allemaal weer lekker rustig. Ja, tot deze week eigenlijk. Ja. Want als je Nightwish niet kent, dan zeg je dus waarschijnlijk heel weinig. Maar de bassist is uit de band gestapt. En dat is tevens ook deels de zanger van de band. Want hij heeft ook heel wat zangpartijen die ik voor zijn rekening nam. Dat is Marco Hietala. En hij heeft besloten om zich helemaal terug te trekken van zijn publieke leven. Hij was ook solo-artiest. Dat doet hij ook, gaat hij ook niet meer doen. Andere dingen gaat hij niet meer doen. Hij is helemaal klaar mee. Hij heeft in de afgelopen jaar, zeg maar, in de coronatijd, heeft hij heel veel nagedacht over dingen. En is hij tot besluit gekomen dat hij het wel belletjes vond. Ja, ik las het inderdaad. En ik dacht ook van, omdat ik ken de band eigenlijk grotendeels door jou. Van, dit is wel een groot gemis. Want ik weet ook nog, toen wij op een gegeven moment op Fortarock stonden, van, kijk die gast daar, die Marco, dat is echt een ner. Ja, daar was je wel fan van. Ja, wij kwamen toen tegen in de persruimte inderdaad. Soms iemand van mensen te praten. En ik dacht nog van, ik wil eigenlijk met hem op de foto. En ik weet dat het echt niet een no-go is om dat als pers in de persruimte te doen. Maar toen, ja, uiteindelijk, hij stond zo druk met mensen te praten, heb ik het maar niet gedaan. Maar die man, weet je, het is niet alleen omdat hij heel getalenteerd is en een hele goede stem heeft en ook heel kenmerkend is voor de band. Maar het is ook, ja, kijk, ze zijn met hun derde zangeres bezig. En een zangeres wisselen is nogal een ding, want dan ga je heel anders door klinken. Ja. Maar door hem bleef het altijd wel een beetje nog hetzelfde, omdat hij ook zong. Ja. Maar ja, dat is nu dus helemaal weg. In ieder geval, we gaan er straks op terugkomen. Want ik heb Marco in onze discografie zitten in het volgende uur. Gaan we uitgebreid even zijn repertoire nog behandelen. Maar ik ga nu dus omdraaien naar een lofzang. Mijn lofzang van deze week, mijn Little Hymn, gaat uit naar Marco Hietala voor zijn 20 jaar bij Nightwish. Wat hij ook voor mij heeft betekend. Nou. Hey, maar is er dan wel een vervanger of hoe werkt zoiets? Ze gaan op zoek naar een vervanger. Ze gaan op zoek naar een vervanger. Ja, dat duurt nog even. Het duurt nog even, ja. Dus ze zit nog even zonder bassist dan. Ja. Aha, nou. Goed, wat is jouw lofzang deze week? Ik zal hem even heel kort doornemen. Ik heb in de coronatijd natuurlijk mijn horecabaantje verloren. Of nou ja, goed, verloren niet echt, maar gaat niet meer door. Dus ik heb gesolliciteerd bij de GGD. Maar hoe, ben je officieel weg daar? Of? Nee, ik werkte dus voor duidelijkheid in een bioscoop. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal hartstikke onzeker. Maar officieel werk je nog wel? Ja, officieel werk ik nog wel. Ja, maar had je al een 0-uur contract dat je dan niks meer... Ja, ik heb een 0-uur contract, precies. Ja, dat is shit. Ja, studenten, dus zo werkt dat inderdaad. Dan. Maar ik heb dus gesolliciteerd bij de GGD voor de testlijn. Oh, wauw. Dus moet je gaan onderzoeken van het contactonderzoek waar ze dan Nee. Als mensen dan bellen voor een coronatest, dan zou ik ze moeten inplannen, zeg maar. Oh, maar ik heb er dus nog helemaal niks van gehoord. Dus het is nog allemaal een beetje onzeker. Maar dat is een beetje mijn spanning geweest van deze week. Want ik heb voor de rest echt takkenveel werk aan school gehad. En hoe schat je de kans?
Ja, nou, volgens mij hebben ze best wel veel mensen nodig. Maar het lijkt me gewoon heel leuk dat er dan straks iemand belt uit Hendrik Ido Ambacht. En dat ik die dan daar ergens moet inplannen of zo. Lijkt me heel grappig. En je hoeft maar, geen medische achtergrond als mensen nog vragen. Nee, het is gewoon inplannen natuurlijk. Hè, dus, ja. Maar ben je niet bang dat stel dat je die baan zou krijgen, dat je dan over een maand of drie weer zonder werk zit? Ja, dat is zo, ja. Maar het is wel even lekker cashje voor de komende tijd. Dat is zeker waar. Dus dat heb ik een beetje meegemaakt. Ik hoop dat het volgende week wat spannender is. Misschien weer een Trump-droom, maar deze week is dit mijn hoogtepuntje eigenlijk wel geweest. Nou, ik hoop voor jou dat je wordt aangenomen, dat je lekker kan cashen en dan dat je een beetje in een paradise leeft. Oh. Nou, zullen we daar gaan draaien? Ja. Medusa. Zeg, Miguel. Hoe heet die zangeres ook alweer van Turn Back Time? Ik niet meer. Wish I could turn back time. Ik weet de plaat, maar ik weet niet meer de zangeres. Oh, wat slecht. Ja. Share. Oh ja, share. Ja. En like. Share deze video even met je vrienden. En liken. Gewoon die duim hier omhoog klikken. En volgende week natuurlijk weer gewoon kijken en luisteren. Tot dan.